welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer gewoon een oldschool budget make-up tutorial. Dus gewoon een betaalbare make-up tutorial, waarin ik dus alleen maar betaalbare make-up ga gebruiken, obvious. Ik ga vandaag een hele leuke groene smoky glitter smoky eye maken. Oh mijn god, wat ben ik allemaal aan het zeggen, joh. Ik ga vandaag een groene smoky eye maken met een glitter eyeliner. Want dat leek mij wel mooi voor vandaag. En ik weet dat iedereen altijd wel van budget make-up houdt. Want wie houdt er nou niet van om goede make-up te vinden voor een niet al te hoge prijs. Dus alle producten die ik vandaag gebruik zijn niet alleen maar budget. Maar ik vind ze ook oprecht goed. Dus dan heb je ook gelijk een aantal aanraders. De look van vandaag is ook gewoon draagbaar. Dus je kunt hem gewoon echt namaken als je dat zou willen. En ja, laten we gewoon snel gaan beginnen. Ik ga vandaag weer eerst beginnen met mijn ogen. Het paletje die ik gebruik is de Royal Affair palet van BH Cosmetics. Dit is echt een prachtig betaalbaar paletje met deze prachtige kleur erin. Echt heel erg mooi. Ik heb dit paletje van beautybay.com. Je kunt hem gewoon daar makkelijk bestellen vanuit Engeland. Ik weet dat Boozy Shop ook BH Cosmetics heeft volgens mij. En misschien hebben ze daar dit paletje ook, but I'm not sure. Maar het zijn in ieder geval prachtige kleuren. Een beetje groene, beige kleurtjes en zo. En ik vind het echt een prachtig paletje. Ik heb hem al één keer gebruikt en ik vind de kwaliteit ook gewoon echt goed. Dus ik vind het echt een top paletje. Dus deze ga ik gebruiken om de ooglook te maken. We gaan even inzoomen op mijn ogen. Zoals altijd ga ik beginnen met het primen van mijn ogen. Ik gebruik hiervoor mijn Colourpop concealer in de kleur Light 16. Zo, nou is het helemaal hier verlicht en ook mooi egaal, klaar voor de oogschaduw. Deze hele lichtbruine matte kleur, die heet Impress. Dat is echt een perfecte transitiekleur. Met een grote fluffy kwast breng ik die zo aan in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met de bruine matte kleur, die heet Majesty. En ook weer gewoon met die grote fluffy kwast ook in mijn arcadeboog. En dan pak ik deze matte groene matte kleur, die heet Monarchy. Die pak ik ook nog een beetje met mijn groene kwast. Groene kwast, met mijn grote fluffy kwast bedoel ik. Die breng ik dan ook zo een beetje aan in de arcadeboog. Maar ik blijf best wel laag en ik ga ook een beetje op het ooglid. Dit is echt een prachtige groene kleur. Ik blend het zo in die andere twee bruine kleuren. Zo, nou is het helemaal zo groen, mat en smoky. Dan pak ik mijn NYX Liquid Eyeliner in het groen. Deze kleur heet Vivid Envy. Heet deze. En hiermee ga ik gewoon een hele grote wing maken. Nou, zoals je kunt zien heb ik een hele volle, dikke wing gemaakt. Er komt nou hier een beetje oogschaduw onderuit, maar ik wil het gewoon mooi strak maken. Dus met een make-up wipe ga ik er gewoon zo onderlangs om het mooi strak te maken. Kijk. Dan is het tijd voor de glitters. Ik heb hier een glitter set van Festival Face. Die heb ik ook ooit bij Beauty Bay besteld. En hierin heb je dus prachtige, beetje grove glitters. Deze hier allemaal zijn van die grove, grote glitters. En de drie hier zijn gewoon normale glitters. Ik ga voor grof. Ik ga voor deze. Beetje groen, blauwe aqua glitters. Kijk even hoe prachtig deze glitters zijn. En het zijn een beetje van die vormpjes. In een sterretje en in een rondje. En allemaal gewoon zo allemaal door elkaar. En ik ga deze glitters aanbrengen over de hele winged eyeliner. En ik ga ze vast plakken met mijn Ethos glitter lijm. Ik breng steeds eerst een beetje lijm aan en dan de glitters. Zo, en dan breng ik eerst zo'n heel klein beetje lijm aan. Echt alleen maar op de eyeliner. Niet op de oogschaduw. En dan pak ik gewoon een beetje glitters. Mensen, kijk hoe leuk dit is. I love it. Lekker heftig, lekker glitterig. En ik had nog in de intro gezegd, het is echt draagbaar, maar dit is toch wel een beetje heftig. Ik persoonlijk zou het gewoon wel dragen, maar dat ben ik. Maar ik denk dat als je misschien gewoon normale groene glitters gebruikt, is het iets meer draagbaar. Maar ik vind dit echt fun. Dit is echt lol. Echt leuk. I like it. Dan als mascara gebruik ik mijn Michelin Lolita mascara. Als nep wimpers gebruik ik mijn Baby Doll wimpers. Deze zijn in de stijl 747. Die ga ik even opdoen en dan kom ik weer zo terug. Oké, de wimpers bedekken een beetje de glitters. Maar je kunt ze op zich nog wel een beetje doorheen zien. Ik ga nu beginnen aan mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht eerst primen met mijn Catrice Primer Fine Primer. Deze is echt geweldig. Hij is ook echt bijna op. Ik raad die echt zeker iedereen aan. En dan blijf ik een beetje in de Catrice sfeer. Als foundation gebruik ik mijn Catrice HD Liquid. Ik heb hem in de kleur
hazelnut beige. Dit is echt de perfecte kleur voor mij. Ik moet wel erbij vermelden. Als je echt een extreem droge huid hebt, is hier waarschijnlijk niks voor jou. Want deze is wel echt super mat. Dus dat is wel handig om te weten, denk ik. Maar ik vind hem echt super fijn. Hij heeft een matte finish. Hij dekt mooi. Hij dekt niet heel veel, maar ook niet heel weinig. Gewoon een mooie medium dekking. En I love it. Kijk hoe mooi smooth het helemaal wordt. Een echte perfecte match met mij. I love it. Als concealer gebruik ik mijn Revolution Conceal en Hydrate Concealer. Dit is dus niet hun normale, maar de Hydrate versie. Dus dat moet je wel weten. En ik heb hem in C5. Ik vind de Hydrate versie fijn in de concealer. Alleen niet in de foundation, want die blijft niet zo heel mooi. Alleen de concealer is echt geweldig. Vooral omdat ik nou ook echt een matte base op heb, is het fijn om een beetje iets te hebben wat een beetje hydrateert. Als losse poeder gebruik ik mijn Max Amore losse poeder in de kleur Soft Ivory. Dan ga ik contouren met mijn NYX poeder contourpaletje en ik gebruik deze prachtige kleur hier die bijna op is. En dan ga ik nog een keer poederen met mijn Essence Banana Brightening Up poeder. Deze is echt super fijn, zoals je kunt zien, vaak gebruikt. En die pak ik dan altijd nog zo een beetje met mijn spons. En die druk ik dan nog zo hier erin om het een beetje extra te verlichten en extra smooth te maken. En dan ga ik ook over mijn contour om die een beetje beter in te blenden in mijn huid. Dit product is echt mijn favoriete Essence product. Hij is echt geweldig. En dan pak ik heel even mijn Max & More Fixing Spray. Dit is de Hydrating Fixing Spray. En die ga ik even sprayen om alles een beetje te hydrateren en minder poederig te maken. Dan ga ik weer zo verder met mijn gezicht. Ik maak even snel mijn ogen af. Ik gebruik een bruin oogpotloodje van Catrice. Deze is in de kleur 140. Oh, deze is al 3 keer gevallen of zo. Deze ga ik even aanslijpen. Met ook mijn Catrice puntenslijper. En ik breng het dan zo aan in mijn hele onderste waterlijn. Zo, en dan ga ik weer in mijn paletje. En ik pak deze groene matte kleur weer. En die kleur ga ik aanbrengen over mijn hele onderste wimperrand. En dan blend ik hem met deze lichtbruine matte kleur. Dan blend ik het een beetje zo onderuit. Dan pak ik weer mijn mascara. Die breng ik dan ook aan op de onderste wimpers. Deze mascara is zo geweldig. Het is echt absurd. Zo, dan ga ik weer verder met mijn gezicht. Ik ga een beetje bronzen. Als bronzer gebruik ik deze matte poeder van Revolution. Dit is officieel gewoon een normale matte poeder. Niet per se een bronzer, maar ik gebruik hem als bronzer. En dit is in de kleur P10. Ik vind het echt een prachtige, warme, bronzie kleur. Hij is ook gewoon mat. Oh mijn god, kijk hier mascara. Ik heb ook die matte poeder in een lichte kleur. Hij is even helemaal vies. Deze is licht. Dit is de kleur P2. En die gebruik ik vaak voor zo hier onder mijn ogen. Waarvoor ik nou die Essence Banana poeder heb gebruikt. Daarvoor gebruik ik ook af en toe deze in P10. In P2 bedoel ik. En dan de bronzer in P10. Deze matte poeders zijn echt geweldig. Je kunt ze echt voor van alles gebruiken. En ze zijn heel betaalbaar. Als blush gebruik ik een matte blush van Sleek. Dit is in de kleur Lifestyle Peach. Dit is een beetje een mooie peachy oranje kleur. En dan als highlighter gebruik ik de NYX Cosmetics Born to Glow. Deze in de kleur Chosen One. Dit is echt een prachtige kleine highlighter. In echt een hele mooie lichtgouden kleur. Zo, en dan nog de lippen, jongens. Wat ga ik doen met mijn lippen? Ik heb echt nog geen idee. Even bedenken. Ik ga denk ik wel voor nude lipjes. Oké, ik ga voor Essence. Dit is de Essence Color Boost Lipstick. Mat Color Boost Lipstick in de kleur... Welke kleur is dit, jongens? Er staat geen kleur op. Waarom staat er geen kleur op? Het is een hele mooie bruin nude kleurtje, maar... Er staat verder geen kleur op of zo. Of ik zie het... Oh! Letterlijk gewoon hier, voor mijn neus. Dit is de kleur 1 Dusty Romance. Dus deze ga ik aanbrengen. Oh, een lippotloodje trouwens. Ik gebruik NYX lippotlood in de kleur London. En dan de Essence Lipstick.
Kijk hoe mooi deze lipstick is. Love it. En dan als laatste nog wat fixing spray. Dit is de W7 Ready Set Glow Fixing Spray in de kleur Rose. Volgens mij Rose Gold. En dan is de look helemaal af. Kijk hoe mooi mijn gezicht glowt. Oh my god, het moet wel nog een beetje inwerken, de spray. Maar die sprays van de W7 zijn echt prachtig. I love them. Ik zet, by the way, altijd in de beschrijving wat ik heb gebruikt. In elke video waarin ik mij opmaak, staat in de beschrijving helemaal een lijst met precies wat ik heb gebruikt. Dus dan hoef je niet weer helemaal terug te spoelen in de video ofzo als je nog iets wilt weten. Je kunt dan gewoon hier naar beneden gaan en dan staat alles mooi in een lijstje. Nou mensen, dit was dan de budget betaalbare make-up look van vandaag. Ik vind het echt een super leuke look. Het is echt zo glam, het is echt zo classy. Ik vind het echt zo'n hele mooie koninklijke classy look. Ik vind het echt heel erg mooi. Ik hou altijd van groen. Ik vind dat mij altijd best wel goed staan. En ik vind het gewoon heel mooi. Ik vind groen gewoon echt altijd een hele mooie kleur. En ik hoop dat iedereen ook heeft genoten van de video. En het ook leuk vond om deze budget make-up look te zien. Zoals je gewoon weer kunt zien vandaag. Je hoeft niet alleen maar dure make-up te hebben. Om een mooie full glam make-up look te maken. Je kunt het echt makkelijk doen met allemaal betaalbare make-up. En je kunt nou echt niet aan mij zien dat ik meer budget make-up heb gebruikt, vind ik. Dus ja, I love it. Ik vind het altijd extra leuk om budget make-up video's te maken. Want ik vind het gewoon leuk om gewoon iets moois te creëren met iets wat niet veel kost. Daar haal ik een bepaalde kick uit. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video.